In Nederland is het weer soms sterk wisselvallig. Het ene moment is het lang koud. Dan juist warm en droog. En het andere moment komt er een flinke storm tot ontwikkeling. En deze wisselingen in het weer hebben we allemaal te danken aan de straalstroom. En dat is een term die je in het gewone weerbericht niet zo vaak voorbij hoort komen, omdat het best een complex fenomeen is. Door onze positie ten opzichte van de zon en ook de kanteling van de as van de aarde hebben we te maken met seizoenen en een temperatuurcontrast. Rond de evenaar is het warm, terwijl het op de polen juist heel koud is. En precies op het grensvlak tussen die twee luchtsoorten komt de straalstroom voor. En deze spreekwoordelijke rivier van wind bevindt zich op 8 tot 10 kilometer hoogte. Hoe groter het verschil in temperatuur is, hoe sterker de stroming wordt. En dat betekent dat wij in het noordelijk halfrond in de winter de hoogste windsnelheden kunnen verwachten, wanneer het verschil in temperatuur tussen de evenaar en de polen het grootst is. En in de meest extreme gevallen bereikt de wind zelfs 300 tot 350 kilometer per uur. En in de zomer, dan is de straalstroom bij ons een stuk zwakker. Deze band met hoge windsnelheden slingert dus door onze atmosfeer op grote hoogte. En de ene keer vertoont hij heel erg veel bochten, kronkelt hij enorm, terwijl hij in andere perioden nagenoeg recht ligt en vrijwel geen bochten vertoont. Als de straalstroom gunstig ligt, kan dit zelfs voor meerdere stormen op rij zorgen. In het geval van een sterke stroming met weinig bochten spreken we van een westelijke circulatie. Lage drukgebieden worden opgepikt en meegevoerd van de Atlantische Oceaan over Europa. Dat zorgt bij ons voor heel wisselvallig weer met veel wind, veel bewolking en ook nog eens geregeld buien of regen. Wanneer de stroming juist zwak is, begint die te kronkelen. En in de bochten kunnen dan hoge en lage drukgebieden vastgezet worden. En in dat geval spreken we van een geblokkeerd weerpatroon. En dan kunnen we ook te maken krijgen met een uitbraak van koude lucht vanuit het noorden of juist warme lucht vanuit het zuiden. Tijdens de overstromingen in Limburg werd een lage drukgebied vastgezet in één van die bochten. En toen regende het bijna een paar dagen aaneengesloten op dezelfde plek. Wij krijgen in Nederland met een hittegolf te maken als de straalstroom vrij noordelijk ligt. Wij zitten dan aan de warme kant van het spectrum en die wind blaast de warme lucht van zuid naar noord. Winterweer met sneeuw en ijspret, dat krijgen we als de straalstroom ten zuiden van Nederland ligt en wij lange tijd te maken hebben met een koude wind die lucht van noord naar zuid blaast. En binnen die straalstroom komen er ook nog eens verschillen voor. Soms komt er namelijk een versmalling voor en dat noemen we ook wel een jetstreak. En dat kun je wel vergelijken met een riviertje dat door het landschap stroomt en ineens een versmalling tegenkomt. En precies op dat stuk stroomt het water sneller. Meteorologen vestigen hun aandacht vaak op die versmallingen. Want dat zijn precies de plekken waar lage drukgebieden snel in kracht toenemen en ook waar onweersbuien intensiveren. En die gebieden zijn de rechteringang en de linkeruitgang. Op hoogte beweegt de lucht hier namelijk uit elkaar. En dat tekort aan lucht wordt aangevuld door een opwaartse stroming vanaf de grond. Het is eigenlijk alsof er een stofzuiger in de atmosfeer wordt gehangen. De luchtdruk in de kern van een depressie begint snel te dalen. De isobaren komen dichter bij elkaar te liggen en de wind neemt behoorlijk in kracht toe. En dat is het prille begin van een storm. Als de straalstroom gunstig ligt, kan dit zelfs voor meerdere stormen op rij zorgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in februari 2022, toen er zelfs een drielingstorm voorkwam. En ook in het geval van onweersbuien zorgt die sterke opwaartse stroming voor zwaardere buien met meer overlast.